Ja, en we krijgen sowieso eigenlijk dagelijks aanvragen van het buitenland binnen. Maar ik zeg in principe tegen alles nee. Okay. Als ze mij niet een ton geven voor die show. Deze ook, Krimfield ook geskipt? Krimfield heb ik ook geskipt, man. Wauw. Ja, wacht. Laat die zin afmaken, hoor. Dat interesseert me. Hij heeft het al gezegd. Nou, nee, hij zal hem afmaken. Als ik niet meer dan een ton krijg, kom ik niet, man. Maar dan kan ik het gewoon aan mezelf verkopen. Dan kan ik wifi meenemen. Dan laat ik zeggen, ik moet 2 vluchten binnendoor. Pak ik private. Ja. Dan heb ik die kleine bij me. Kunnen we gewoon chillen. Ja. Kijk, dan vind ik het chill. Maar anders kost het me te veel geld, man. Ik kan sowieso, als ik daar weer 4 dagen ben, die buit pak ik in Nederland ook, snap je? Nee. Dus als we jou in het buitenland zien, groot festival, grote show, dan weten we in principe van... Ga ik sowieso een tonnetje ophalen. Maar gooi je het wel op? Gooi je dat ook op naar de boekers uit de buiten? Of skip je dat? Nee, als het echt niet boeit. Dan zeg ik gewoon 100.000 euro. Ik kom gewoon met een voorstel en mijn boeker elke keer check me weer. Van, ik zeg, je weet wat je moet zeggen. Oké, dat is het gewoon van nee, dit. Dus als jij mij in één keer wel op Greenfield ziet staan, Chili, dan weet je dat gewoon een ossertje gaan ophalen daar. Maar dat vind ik wel hard, want ik zie je wel steeds zeg maar gewoon met wifi en je kind gewoon overseas. Ja, dus het is wel nice dat je ze zo dichtbij houdt. Ja, maar man, tuurlijk. Heb je daar zeg maar nu dan een balans in gevonden? Dat was jouw ding van, je gaat stoppen met zo'n tour omdat je met je gezin was. Ik heb nu die balans wel, maar ik zeg je ook, er zijn ook maanden dat het zo druk is en dan valt die balans weer een PC weg. Maar dat blijft altijd. Dat is ook als je timmerman bent of wat dan ook. Weet je, als je gewoon een gevoel hebt voor verantwoording, zal je altijd je af en toe moeten stressen om, krijgen wij even genoeg aandacht? Die kleine, weet je toch? Dus in die zin kijk ik er ook naar, zodat ik die balans wel bewaar. Yeah. Om het ook te accepteren als het af en toe niet gaat. Want dan kan je bijstellen. Yeah. Ik heb een goede assistente die echt heel erg mijn privé en zakelijke agenda bijhoudt. En daardoor prop ik ook mijn agenda niet helemaal vol. Want eerder toen ik het zelf deed, was gewoon, ik heb tijd, is cool. Snap je? Yeah. En dan aan het eindstand heb je gewoon 0 vrije dagen om met je familie te chillen. Dus nu heb ik die balans wel. Maar ja, je weet toch, je moet er open voor staan dat je af en toe... te druk wordt en het dan moet bijstellen weer. Nee. True. En hoe kwam de track met Diplo tot stand? Ja, Diplo, man. Hij checkte me gewoon. Hij zei, ik wil een traag. Ik zei, is cool. Ik stuur je vanavond gewoon precies zo. Diplo checkt iedereen. Ik zie hem gewoon onder iedereen's foto reageren. Yo, cool, bro. Hij is wel een van de moguls als het gaat om hits, man. Hij is zo crazy dat hij over de hele wereld... Want ik weet dat hij niet alleen mij DM't of appt. Hij checkt iedereen. Hij is ook de kortbondige nigger op de app op aarde gewoon. Ik krijg een foto van hem. Post 4. En dan post het om 4 uur. Dat soort shit. Lachen. Maar hij is een aardige guy, weet je. Ik ken hem gewoon al. Van je Yellow Cloud uit. Ja. En we hebben letterlijk met Major Lazer en Jack Hugh getoerd. Dus wij deelden gewoon private jet samen. En dan vlogen we met Riff Raff, Major Lazer en wij dan... Vlogen we gewoon. Dus je chillt gewoon sowieso met elkaar. Dus voor mij was het niet van... Diplo, Flavor van Tjoe.